gaan vandaag een lekker dag karten. We hebben 3 groepjes. Elk groepje heeft een instructeur. Dat zijn onze knaftalenten. Richard, Jano, Willem en Mika. Ik denk dat ik ga verliezen. Nou, daar gaan we niet voor zorgen. We gaan gewoon winnen, jongen. En ik denk dat ik echt ga falen, want ik ben een beetje zenuwachtig ook. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Je rijdt op rechtstuk en gewoon plank vast geven. Ik ken het al een beetje, hè? Jij? Ja, ik ook. Op de PlayStation. Daar werd ik altijd de eerste met Mario Kart. Dus als het vandaag niet lukt, dan weet ik het niet meer. We hopen vandaag veel op te steken van de talenten hier zo. Ja, en gewoon die andere YouTubers even te pakken. We doen het goed. Het valt zeker niet tegen, maar hier en daar nog wel een paar puntjes die we kunnen verbeteren. Ik ga nu een rondje met de jongens om de baan lopen voor alle punten uitleggen waar ik denk van hier moeten we het veranderen, zodat we straks betere resultaten zien. Ja, Jano, we gaan zo beginnen voor het echte, jongen. Dat is echt hard gaan. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk in te halen en daarna gewoon zo constant mogelijk te rijden. We got this. Ik vond het sowieso fucking dope om te doen. Je bent gewoon echt aan het racen. Ja, je bent echt aan het racen, weet je. Je voelt je even Max Verstappen gewoon in dat ding. Ik ben niet anders dan we eerst zijn geworden. Moet wel. Als Wesley het kent, dan kent iedereen het. Nou, ik ben best wel snel bang voor dingen en zo. En ik vind het ook heel erg eng. Dus de mensen die een beetje hier bang voor zijn en niet zoveel dingen durven, kunnen het ook gewoon proberen. En dan vinden ze het uiteindelijk denk ik ook wel leuk.